nou, dat ze leren dat kinderen, ja, dat gezond eten ook lekker is en dat je het zelf gaat koken. En je gaat naar een teler en dan leer je eigenlijk hoe een klein plantje een groentesoort wordt en daarna ga je ermee koken. Dat is een prachtige ervaring. Het is alleen koud, koud, maar prachtig. Daar word je dus warm van. Hè? Dan, ja. Daar waren ze heel geïnteresseerd. Nou, hoe komen die jongeren erbij en hoe hou je die jongeren erbij? En dat bruggetje naar van wat doet dat dan met oudere spelers? Hè, dat je daardoor weer nieuwe energie krijgt, doorgaat voor de toekomst. Daar waren ze echt wel in geïnteresseerd. Ja, Verderij is natuurlijk eigenlijk een beetje de gemeente van de geestelijke gezondheidszorg al meer dan 100 jaar. Er is heel veel ervaring in opgedaan. 100 jaar ging dat wel nog binnen gesloten ruimtes, binnen instellingen. En inmiddels is het allemaal open en is het hier echt verweven met de samenleving. Eigenlijk is dat hele, die hele geestelijke gezondheidszorg in het DNA gaan zitten van de gemeenschap Verderij. En hoe vond u het bezoek vandaag, majesteit? Prachtig mooi bezoek, heel gevarieerd en heel dankbaar dat het door kon gaan.